2020 is echt wel een bewogen jaar geweest. Als ik terugkijk voor mezelf op het jaar, dan is dat in het begin van de coronacrisis was dat even heftig. Was even van onbekend. Hoe reageer ik erop? Soms met boosheid, met hoe kan dit? Hoe kunnen wij dit laten gebeuren in de verzorgingstehuizen? Er vallen zoveel mensen uit. Wat kan ik eraan doen? Tegelijkertijd zitten er ook weer hele mooie dingen in het jaar. Want je ziet dat in crisis, in nood, dan zie je ook de veerkracht van mensen. Dan zie je ook hoe de saamhorigheid echt in de gemeenschap er is. Je zag erin dat mensen ook wel weer deels misschien in zichzelf keerden. Ik tenminste ook, met wat is nou belangrijk in het leven? Waar gaat het nou om? En dan merk je ook dat ja, het elkaar kunnen ontmoeten. Het elkaar gewoon eens een keer vastpakken. Dat dat gewoon heel belangrijk is voor ons als mensen. Dat ook enorm dan missen als dat wordt afgenomen. En gelukkig maar zeg ik dat we dat niet normaal vinden. Het is voor mijzelf ook het heen en weer slingeren geweest tussen hele mooie lichtpuntjes en hele trieste, ernstige situaties. Heel veel mensen, als ze vragen van hoe gaat het met jou, dan begint het ja, met mij gaat het wel goed. En als je daarbij zou laten, dan hoor je niet het echte verhaal. Dan hoor je niet waar de pijn zit, het verdriet of wat dan ook. Dus mij heeft ook wel geleerd luisteren, doorvragen, maar ook gewoon aandacht. Elk mens heeft aandacht nodig. Ik wil zeker in het nieuwe jaar dat contact met mensen eigenlijk versterken ten opzichte van wat afgelopen jaar niet kon. Vorig jaar in januari nam ik me voor om met een bankje de gemeente rond te gaan. Dat hebben we ook wel gedaan. Maar ik denk, als het enigszins kan, ga ik dit jaar dat bankje nog meer inzetten om naar mensen te luisteren, hun verhalen te horen en te kijken van wat betekent dat voor de toekomst van mijn Rijstad. Er zit hier een enorme drive in de samenleving. Men wil presteren, men wil ondernemen. Dus dat vind ik ook heel belangrijk, dat mensen zich kunnen ontplooien met hun talenten, met wat zij in zich hebben. En dat is misschien ook wel een vorm waarin die gelijkwaardigheid zijn kans krijgt. Ik zie dat wij eigenlijk met crisis en al toch in een welvaartsland leven. Dat we het eigenlijk, grosso modo, best heel goed hebben. Beter dan we misschien ooit gehad hebben. En toch is er onvrede, is er angst, meer polarisatie, meer tegenstellingen of meer naar het puur het ik gericht zijn. We horen iets en we vinden iets. We nemen eigenlijk nog niet de tijd om te luisteren. Ik ook niet hoor. En dan is het soms heel goed om tegen jezelf te zeggen, even wachten, even gewoon luisteren en horen. Probeer te begrijpen wat mensen beweegt, wat hen drijft. Dan snap je waarschijnlijk ook veel beter wat jouw rol dan is, wat je hebt te doen. Ik zou gewoon met u in gesprek willen, voordat het allemaal escaleert. Waar vinden we elkaar? Waar zijn we het wel over eens? De samenlevingen die met elkaar maken. En dat we die lichtpuntjes ook in elkaar blijven zien, ook in het nieuwe jaar. En daar hoop ik ook dat mensen die positieve elementen in het leven ook zien. Ook al is er een heleboel ellende of droefenis. Maar klamp je dan toch vast, zou ik iedereen toe willen wensen aan die lichtpuntjes. Want uiteindelijk die lichtpuntjes met elkaar maken ook dat licht. Het thema is verbinding. Verbinden van gemeenschappen, verbinden van mensen. En beseffen van wat hebben we toch aan waarde met elkaar te delen. En
Ik denk dat dat heel veel vreugde, gezondheid kan geven. Op een goede manier mijn reis dat nog een stukje mooier kunnen maken. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe. Fijne kerst. En dat we in het donker het licht aan elkaar door blijven geven. Dat we de lichtpuntjes zien. En dat we voor 2021 in goede gezondheid elkaar weer kunnen ontmoeten. Elkaar de hand kunnen geven, elkaar kunnen vastpakken, kunnen knuffelen. Dat wens ik iedereen toe.